vrijdagmiddag 17 mei 2019 was het zover. Het feestweekend van Schutterij Sint-Laurentius begon met een kinderschuttersfeest. Enkele klassen van de basisscholen uit Genoot en Spoorweek hadden zich als echte schutterijen voorbereid. De voorzitter van Sint-Laurentius heette de kinderen van harte welkom. Welkom hier op ons Kinderschuttersfeest 2019 in ons jubileumweekend. 400 jaar Sint-Laur, Spas in Spoorweek is het thema. We hebben met de kinderen wat die zoon. Om te beginnen wil ik u allemaal een compliment geven. Wat prachtig uit, heel schoon. Applausje alvast op voorhand. Maar ook welkom aan alle ouders, opa's en oma's, toeschouwers. Welkom hier op dit feest. We hebben met u geoefend met het marcheren. We hebben met u geoefend met het scheten. Ons heeft het heel veel spas opgeleverd. Ik heb gehoord dat je het ook heel leuk hebt gevonden. Dat je heel enthousiast zit. We gaan dit feest officieel openen nu. En we volgen het gewoon beginnen aan de optocht door Spoorweek. Na de opening met het Limburgs volkslied vertrokken de kinderschutterijen voor een tocht door het dorp en werd er zelfs als onderdeel van de wedstrijd een defilé afgenomen. Alle facetten van een schutterij, zoals marcheren, uniformen, commandanten, koningsparen en vaandels, werden net als bij een echt schuttersfeest door een jury beoordeeld. De kinderen hadden zelfs een jel voorbereid. Filé hier te laten zijn aan ons, dat is groep 7 en 8 van basisschool in Spoorweek. Stimulijs! Halt en sta stil! Zo, de voorleraar van basisschool Spoorweek. Onder commando van commandant Moda. Schutterij! Rechts! Om! Rechts! We gaan nog een signaal horen van deze boek.
Want er komen ook nog de toeschouwers, dan kunnen die hem ook nog eens zwaren. Wij schieten de vogel af! Wij schieten de vogel af! Daarvan sta je zeker paf! Daarvan sta je zeker paf! Wij zijn de schutters van het jaar! Wij zijn de schutters van het jaar! Voor ons is dat helemaal niet raar! Voor ons is dat helemaal niet raar! De vogelaren kunnen veel! De vogelaren kunnen veel! Daarom zijn wij essentieel! Daarom zijn wij essentieel! Wij doen enorm ons best! Wij doen enorm ons best! Daarom zijn we beter dan de rest! Daarom zijn we beter dan de rest! Goed zo, applausje voor deze groep! Voorwaarts, mars! En nogmaals een applausje voor de voorleer van Barentoel Spouwing! En je moet rustig gaan klappen voor Sutteriet, Heugelke, goed gedaan! Applaus. Dat wordt er een geweldig commando en iedereen kan het iets stellen en geliek worden ook nog. En het commando is onder commandant Rij. En hoe jong weet ze het nog? Goed zo. Dan laat ze maar aan zien. Schutterij! Rechts om! Schutterij! Brand! Groet! Schutterij! Presenteer jou! Op de eerste kring, volgens de nieuwe schutterskring. Met het vuurboek als naam, zie je ons door de straten gaan. Ons zesstap en heel goed schieten, dat wordt voor iedereen genieten. Pief, poef, paaf! Schutterij, het keuze moet knal. Schutterij, links om. Schutterij, voorwaarts, mars. Zeker nog een applaus. Zeer geweldig commando van de commandant. Met de juffrouw achterop, de juffrouw nogmaals hartelijk dank voor deze geweldige presentatie. Goed zo. En de commandant, dat is Joey. En Joey, die gaat die commando geven aan die shutters. Heb je ze onder controle, Joey? Oké, op, hè. Let op. Schutterij links om. Herstel! Schutterij rechts om! Schutterij rechts om! Ja! En dan meneer en zo nog, dat is de commandant die commando deed, en gewoon doen wat de commando deed, dat is het woord gedaan. Schutterij links om! Schutterij rechts om. Schutterij bruin groet. Schutterij de jou. Wij zijn niet oud, maar verdienen wel wat. Want met Joey aan de top gaan wij aan de top. Goed zo, een applausje voor deze jaar. De top van Barentoel Spouwing. We hebben een trucje, commando aan de commandant. Schutterij links om. Schutterij voorwaarts, mars. Applausje voor de shuttles van Barentoel Spouwing. Na de optocht was er in de feesttent tijd voor een drankje en een versnapering. Aansluitend begonnen de schietwedstrijden, waarbij zestallen van iedere school fanatiek streden om de eer van beste schutter. Oh.
In de feesttent werd dit leuke kinderschuttersfeest afgesloten met muziek en een spannende prijsuitreiking. En dan wil ik om te beginnen vragen, ik zie hier al twee vaders, ik mis nog in ieder geval de vaandeldragers, die mogen al eens even naar boven komen. Dus de vaandeldragers en dan doen we de prijsuitreiking. En dan ben ik met de derde prijs, die is met 157 punten, ligt heel op één voor de vogelaarhoed Spouwwit, de derde prijs. Applausje. De eerste prijs is natuurlijk 173 punten. Het vulletje moet knallen. De tweede prijs is dus een kleine prijs voor de vogelaar en de Schuttershoed Spouwwit. En de Schutter die wat vandaag bij je hebt gewonnen, dat is, en je hebt het misschien al een beetje kennen, dat is het vulletje moet knallen. Gefeliciteerd. En we weten, in een paar jaar kent er weer op de vast. Dankjewel.